De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Wijchen vond maandagavond plaats in theaterzaal Het Mozaïek. Er was een hele show die begon met een hoepelende mevrouw. Na de openingsact kwam burgemeester Hans Verheijen met een speech. Er zit nog altijd behoorlijk wat wij in Wijchen. Wat te denken van de kerstengelen die afgelopen kerst voor de 25e keer op rij hun actie hielden voor de mensen die het wat minder goed hebben in onze samenleving. En wat te denken van de Vincentiusvereniging en de golf van warmte die in Wijchen opstak na het kermisincident dat Marco van As voor het leven tekende. Geweldig waar ons dorp, waar onze dorpen voor staan. 2019 is het jaar van de protesten geworden over gemopper en gezanik. Verhitte debatten over het klimaat, over de intocht van Sint, over de PFAS, over stikstof, over het onderwijs. Ja, over van alles en nog wat. Wat een boosheid over wat hen wordt aangedaan. 2019 was het jaar van de opening van de Thermen Berendonck. Het opnieuw inrichten van het Oosterpark. Verdiepende gesprekken over het Hart van Zuid. De bouwlust op de Huurlingse Dam. En vele nieuwe inwoners die we mochten begroeten. Voor het eerst, dames en heren, hebben we meer dan 41.000 inwoners in Wijchen. Naast de file uitdagingen kennen we nog een andere uitdaging. En dat is die van de extra woningbehoeften in onze regio. Tot 2030 moeten er ongeveer 1500 woningen bijkomen in de gemeente Wijchen. Sport en bewegen, dat vinden wij belangrijk om een gezonde en sportieve gemeente te zijn en ook te blijven. En ook economisch ging het Wijchen buitengewoon goed. Kortom, we mogen trots zijn op ons Wijchen. Verheijen gaat stoppen als burgemeester van Wijchen en gaat aan de slag als burgemeester van Sittard. Dit was daarom de laatste nieuwjaarsreceptie van Verheijen in Wijchen. Er is iets gebeurd en u weet dat ik ga vertrekken. Veel hebben mij ook daarmee gefeliciteerd. En voor degene die ik niet meer voor die tijd dat ik daadwerkelijk vertrek ga treffen, ga zien. Dag allemaal. Wijchen is mooi. Ik ga jullie ongelooflijk missen. Na het afscheidswoord vonden er nog allerlei optredens plaats. Van zang tot dans. I waited till I saw the sun. Don't know why I didn't come. Tot slot mocht Verheijen voor de laatste keer traditiegetrouw een zilveren draagspeld opspelden. Bies Beres Vissers van de historische vereniging is de winnaar van deze speld.